Kom erbij, Bram. Dankjewel. Welkom, fijn dankjewel. Dat je er bent. Ik heb een paar vragen, daar hebben we het al even over gehad. Van, er is corona. Wat merk jij daar nou van corona in je dagdagelijkse werk ten opzichte van, laten we zeggen, de periode daarvoor? Wat is er voor jou veranderd? Eigenlijk best wel veel. In het begin van de coronaperiode, dus eigenlijk bijna een jaar geleden, toen moesten we in één keer allemaal thuis gaan werken. Ook ja, ik als veiligheidskundige moest thuis gaan werken. Dus dat is zoeken. En je bent niet meer op de vloer, je hebt minder contact met die mensen die daar werken. Wordt er iets verwacht van mij als veiligheidskundige? Mm-hmm. Rondom het hele corona-verhaal. Nou, uiteindelijk ga je thuis werken in de hoop dat het maar een tijdje is dat je thuis werkt. Dus dan ga je even kijken, hoe past het nu? Nou, blijkt het toch niet zo handig te zijn. Kom je weer naar kantoor? Kan het wel? Is het kantoor wel ingericht? Ja of nee? Nou, uiteindelijk is het kantoor daarop ingericht. Zijn we in schema's gaan werken, in roosters eigenlijk, zodat je niet met te veel mensen bent. Nou, ging het weer een beetje beter met corona. Weer meer naar kantoor, meer op de vloer. Nou, gaat het weer minder goed met corona, weer meer naar huis. Dus eigenlijk bij de hele tijd op en neer aan het schommelen geweest. Mm-hmm. En nu hebben we daar wel een goede modus in gevonden eigenlijk. Oké, okay, en als je zo heen en weer aan het schommelen bent tussen, laten we zeggen, thuis en werk. Mm-hmm. Wat voor verschil zie je daar dan in? Nou, wat ik heel erg merkte is dat je echt die verbinding mist met ja, gewoon de werkvloer. Je hebt het gevoel niet meer wat er nu eigenlijk echt speelt, ook niet rondom corona. Mm-hmm. Je merkt dat er komt gewoon minder informatie binnen. Dus je weet niet meer als er een incident is gebeurd. Je bent misschien minder betrokken bij de bedrijfshulpverlening. Mm-hmm. Je kunt minder snel schakelen op het moment dat daar nazorg nodig is of iets in die richting. Nu even, dan ben je advocaat van de duivel zijn. Ja. Je zegt van, dan weet ik minder vaak van incidenten. Ja. Kun je toch gewoon digitaal rapporteren? Dat kun je toch zo zien? Klopt, zeker. Alleen je zal dan toch moeten blijven stimuleren om het te rapporteren. Je zal, als je op de vloer komt, hoor je altijd andere dingen dan die er wel zijn gebeurd, maar nog niet zijn gerapporteerd. Oké, okay, en nog even terug naar wat je zei van, ik mis de echte verbinding. Wat is voor jou dan echte verbinding? Waar zit dat dan voor jou? Op de vloer zijn, samen met iemand spreken. We hebben heel veel magazijnen, hè? Dus je gaat naar een teamleider toe of naar een supervisor. Mm-hmm. En je gaat gewoon met diegene in gesprek. Je gaat een rondje maken over de afdeling. Mm-hmm. Gewoon kijken ja, wat er gebeurt. En je ziet iets van, hey, daar hangt iets. Van, hoe ga je daar dan mee om? Okay. Dus dan heb je de dialoog. Tuurlijk kan je dat digitaal doen. Alleen dan loopt iedereen met een telefoon door het magazijn heen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal wat je wil. Is dat echt anders? Want er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen van, loop inderdaad met je telefoon rond. En dan kun je het gewoon zien. Weet je, dan kun je eigenlijk hetzelfde gesprek voeren. Wat maakt dat dan voor jou toch anders? Ja, het menselijke eraan. Zeg maar. Ja, digitaal, je krijgt de gezichtsuitdrukking wellicht niet helemaal mee. Mm-hmm. Je raakt toch een beetje afgeleid. Mm-hmm. Tenminste, dat merk ik zelf als je naar een scherm aan het kijken bent. Mm-hmm. Wat er omheen gebeurt, leidt je toch af. Dus die verbinding, ja, ik weet niet hoe ik het nog concreter kan uitleggen. Maar, nee. Ja. Het is juist zo mooi, maar we zeggen het zo heel vaak. Hè, van, ja, je mist het menselijke aspect. Voor mij is het nou, waar zit dat dan? Hè? En kun je dat dan niet... Maar Jan schrijft het al heel mooi. Als je naar zo'n scherm kijkt, dan zeg je dan leidt alles wat er omheen is, leidt af. Is dat dan alles wat er bijvoorbeeld in die kamer is waar je dan bent? Of? Bijvoorbeeld. Ja, of als ik kijk naar, als ik op kantoor ben en ik zit in een meeting room. Ja. En dan zitten ramen naar het magazijn toe, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, er rijden toch heftrucks langs. Ja, je kijkt er automatisch naar. Het is anders dan als een echt persoon tegenover je zit. Ja. Dan leidt dat toch een stuk minder af dan dat je naar een scherm kijkt met iets daarachter, zeg maar. Ja, ik zit nog heel erg zelf na te denken. Of ik zit wel veel in vergaderingen waar iedereen dan achter zo'n laptop zit. Om zo'n tafel heen. Dan denk ik, dan zit je toch bij elkaar. Maar iedereen zit dan iets anders te doen. Heb je dan ook wel echte verbinding? Zou dat ook voor jou... Ja, kan je een beetje vergelijken met elkaar, misschien wel, ja. Okay. Wat zou jij graag... Nee, andersom. Denk jij dat in die coronaperiode er toch mogelijkheden zijn om iets terug te vinden van die verbinding? Ja, tot op zekere hoogte. Misschien lastiger met echte werkvloer. Er zijn werklui vaak die willen werken, zeg maar. Die willen niet achter een laptop of zo zitten. Mm-hmm. Maar als ik kijk naar het eigen team wat we hebben, daar... zie je wel dat daar initiatieven ontstaan. Hè? Digitale teamuitjes. Vanmiddag is er bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel. Digitaal. Nou, ik moet het missen. Ja. Maar dat wordt wel georganiseerd. Dus dat is wel heel erg mooi. Dus daar krijg je dat menselijke wel in terug. En net door iets zeggen over breakout rooms. Mm-hmm. Kleine opdrachtjes doen. Een quizje doen links en rechts. Mm-hmm. Dat is wel, dus op die manier krijg je kan je het anders inrichten. Oké. Okay. En
organiseren jullie nu in je bedrijf ook nog wel eens dat mensen in kleinere groepjes bij elkaar komen? Of dat er één op één contacten zijn, toch nog? Of nee, gaan jullie dat helemaal uit de weg? Hoe bedoel je? Zeg maar, fysiek op locatie. Ja, dat jij fysiek op locatie gaat, bijvoorbeeld naar de werkvloer, dat jij toch nog rondloopt, ergens waar de productie kan. Is? Ja. Dat kan nog steeds? Ja. Oké. Okay. Als ik nu even omdraai, hè? Tine zit daar nog. Tine, heb jij nog vragen specifiek aan Bram? Wat angstvallig stil. Mij, als je zo onverwachte vraag voorgeschoteld krijgt. Nee, ik herken het heel hard wat dat hij zegt. En ik vind het ook heel eerlijk verwoord zo. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Je verliest greep in het begin. En je moet zoeken naar andere mogelijkheden om er mee om te gaan. En, ik denk als veiligheidsdeskundige dat het niet zo evident is, want je moet het voorbeeld geven, maar durf je ook soms iets te doen wat je zelf nodig hebt en dat misschien niet zo veilig is? Ja, soms wel. Kijk, soms dan kan je ook niet anders dan... In Nederland hebben we dan de 1,5 meter regel. Soms kan je niet anders dan dichterbij komen. Om iemand te helpen bijvoorbeeld. Helaas hebben we af en toe wel eens iets met de bedrijfshulpverlening wat we moeten doen. Ja, dat gaat gewoon niet anders. Maar ook als je bijvoorbeeld iemand is iets aan het tillen of zo. Je helpt elkaar toch al snel. Ja, je overtreedt dan wel de regels, maar ja, dat is op dat moment zo. Ja. Ja. Het is ook heel erg moeilijk om je daar continu aan te blijven houden natuurlijk. En dat geldt misschien nog wel meer voor je werk bij de brandweer? Ja, ook, zeker. Dat blijft natuurlijk helemaal lastig om daar die 1,5 meter steeds aan te houden. Ja. Lijkt me qua hulpverlening toch vrij onmogelijk. Ja, in veel gevallen wel, inderdaad. Oké. Okay. En hoe gaan jullie daar dan mee om, op het moment dat dat dan niet gaat? We dragen in principe altijd een mondkapje. Is de regel eigenlijk. En je kijkt wel kritischer naar met hoeveel mensen ga je ergens omheen staan natuurlijk. Ja, absoluut. Maar het gaat gewoon bijna niet. Je zal elkaar toch moeten helpen met dingen aangeven of wat dan ook. Dan moet ik wel zeggen, zeg maar, als we terug op de post zijn, op de kazerne, dan hou je wel die afstand. Hè? Dan, in het voertuig kan je die afstand sowieso wel niet houden. Dus dat is al af en toe al lastig. Maar als je op de post bent, hou je die afstand wel. Ja. Gelukkig zijn we ook weer een beetje aan het oefenen. Dus dan zie je dat je in hele kleine groepjes, vaste groepjes. Iedereen heeft een eigen ingang. Dus je bent ook echt fysiek gescheiden van elkaar. Dus zo proberen we het een beetje in de perken te houden. Stel dat het misgaat, dat we dan nog de controle hebben. Ja, precies. Maar je kijkt wel vanuit de optiek, we proberen het toch. Ja. Maar proberen dan te kijken hoe we dat dan kunnen organiseren. Ja. Past ook wel bij een vraag die in de chat voorbij kwam, die Frank mij net aanreikte. Die zegt, kan ik nog een oefening houden met 150 medewerkers in een industriële omgeving? Ja, hele goede vraag. Daar worstelen wij al een jaar mee, eigenlijk. Wat zou je daarop zeggen als iemand die vraag stelt? Ik denk dat je het risico moet afwegen. Probeer eens. Nou, op het moment dat, die oefening die is dusdanig belangrijk om je risico's onder controle te houden eigenlijk. Ja. Stel, wat was het voor omgeving? Industriële omgeving? Ja, er staat die industriële omgeving. Staat niet precies bij wat voor industriële omgeving. Nou, stel dat je dus iets moet oefenen met het stilleggen van een plant of zo. Ja. Stel dat je dat niet oefent en het gaat mis. Is het gevolg dan groter dan een aantal coronabesmettingen? Ik denk dat je op die manier ermee om zou moeten gaan. Oké. Zo zie ik het in ieder geval. Ja. Lijkt me een lastige overweging over zijn nou de gevolgen erger dan? Ja. Die weet je eigenlijk niet. Hè? Die coronabesmetting die weet je pas achteraf. Ja. En dat andere gevolgen weet je eigenlijk ook pas achteraf. Andere gevolgen weet je ook pas achteraf. Ja. Hoe zou jij die overweging maken als dat nou aan jou gevraagd zou worden? Stel, er komt nou iemand bij jou langs en die stelt deze vraag. Wat zou jij dan meenemen in overwegingen? Ik zou sowieso, wat ik net zei, gaan kijken wat de risico's zijn voor het een of het ander. Maar ook kijken of dat we het eventueel op een andere manier dan kunnen oefenen. Hè? Kan je het überhaupt digitaal oefenen? Is misschien iets minder effectief. Kan je over discussiëren. Kan je het eventueel droog oefenen? Dus eventueel met een tabletop. Dat je wel afstand kunt houden van elkaar. Dat soort oplossingen zou ik dan ook nog proberen te onderzoeken. Ja, gewoon kijken of er andere opties mogelijk zijn om dezelfde doelstelling te bereiken. Ja. Oké.
Okay. Als ik nu kijk naar, zeg maar, naar jouzelf in je werk, wat zou jij nou zelf nog wensen om, zeg maar, om je batterij opgeladen te houden? Mm-hmm. Meteen koppelen aan de vorige bespreking, de vorige presentatie. Ik moet zeggen, ik zat er net eens over na te denken hoe mijn eigen batterij is. En die, mm-hmm. Die schommelt ook een beetje op en neer. Maar eigenlijk, werkgerelateerd is mijn batterij best wel opgeladen eigenlijk. Maar dat heeft denk ik ook mee te maken dat ik dus af en toe wel op kantoor ben. Of ja, mm-hmm. Redelijk vaak, meer dan thuis eigenlijk. Dus je bent al wat meer onder de mensen. Ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is waar je energie van krijgt. Af en toe inderdaad het lachen met elkaar. Mm-hmm. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat voor anderen niet zo is. Dus dat stukje lachen en het leuk hebben met elkaar. Inderdaad, het praatje bij de koffie of iets in die richting. Wellicht moeten we dat als bedrijf zijnde veel meer organiseren. En de managers daar veel meer handvaten voor geven hoe ze dat dan moeten aanpakken. Was je daar bewust van en was je daar al mee bezig voordat je deze presentatie had gezien? Of is het hier zo'n soort erkenning van, goh, ik heb toch al veel gedaan wat hier staat? Ik was me daar wel van bewust van. En ik probeer dat in het bedrijf, zeg maar, af en toe ook te benoemen en mm-hmm. erin te krijgen. Maar dat is nog vrij lastig, want een stukje achtergrond, zeg maar, voor veiligheid binnen VidaXL überhaupt, daar zijn we 1,5 jaar geleden mee begonnen. Mm-hmm. Dus af en toe wordt er nog gekscherend gezegd, schrijven we veiligheid met de lange ei of met de korte ei. Maar daar zijn we een beetje over aan het stoeien. Ja. Dus zeg maar, dit is misschien wel al meteen naar een heel hoog niveau waar je nog naartoe moet groeien. Ja. Maar inderdaad, het is wel een eye-opener weer van oké, we moeten er wel echt iets mee. Want waarschijnlijk duurt corona nog wel een hele tijd. Ja, daar kan ik het alleen maar helemaal mee eens zijn. Ja. Ik denk wel eens van, we wachten tot het klaar is en we blijven even, dan gaan we weer terug naar normaal. Mm-hmm. Maar ik denk, volgens mij kunnen we er best vanuit gaan dat wat er nu is normaal is. En ons aanpassen aan wat er nu is. Ja, inderdaad.